voor de Pakistanse ambassade. We hebben zo een gesprek met de Pakistanse ambassadeur Rathoor. En Jan-Dirk en ik van HVC, Hulp Vervolgde Christenen, staan hier net voor de Pakistanse ambassade. We hebben zo een gesprek met de Pakistanse ambassadeur Rathoor. En Jan-Dirk en ik van HVC, Hulp Vervolgde Christenen. En we gaan een petitie aanbieden, over de 15.000 in een paar dagen ondertekend. Voor het echtpaar Safgat en Safgufta. Een echtpaar wat al 6 jaar in de dodencel zit. En we gaan hun lot en hun vrijlating bepleiten hier bij de ambassade. Ja, zeker. Aankomende maandag 15 februari dient hun rechtszaak. En wij vragen de ambassadeur om alles in het werk te stellen om vrijspraak en vrijlating te bewerkstelligen. Dus vandaag hopen we deze petitie te overhandigen. We bedanken u heel hartelijk voor het meedoen. Het ondertekenen van de petitie en namens u hopen we hier in de ambassade uw stem te laten horen. Jesus is the light of the world.